gisterochtend in de hal van VWS en daar zei de staatssecretaris: laat er alsjeblieft niet meer kaasjes hoeven te komen. Daar was namelijk een kaas opgestoken voor iemand die op de wachtlijst voor hulp een einde aan het leven had gemaakt. En ik heb dat zelf in mijn omgeving meegemaakt. Iemand een zelfgekozen einde omdat zij ten einde raad was. Haar voorspelde wachttijd was op dat moment een jaar. Wat ons betreft, wat GroenLinks betreft, is de maat gewoon vol. We moeten erkennen dat de geestelijke gezondheidszorg in een crisis verkeert. Op de korte termijn is er regie nodig van de overheid en op de langere termijn een fundamentele herziening van dit stelsel. Want voorzitter, deze ellenlange wachtlijsten zijn een symptoom. De voorgaande kabinetten hebben een zorgstelsel gecreëerd waarin niemand echt de regie neemt, waarin niet de zorgvraag van mensen centraal staat en waarin blind vertrouwen is in markt. Er zijn nog honderdduizenden wachtenden voor u. Dat is de kortst mogelijke samenvatting van de GGZ anno 2020. En het is een gevolg van politieke keuzes. En ik heb een simpele vraag aan de staatssecretaris. Erkent hij dat er fundamentele problemen zitten in dit stelsel? Wat vindt hij ervan dat sinds de invoering van de marktwerking in de GGZ de wachtlijsten zijn toegenomen en de kosten tegelijkertijd flink zijn gestegen? Voorzitter, terwijl duizenden mensen een acute zorgvraag hebben, zien we als Kamer met ledenogen aan hoe de een naar de andere GGZ-afdeling wordt gesloten. Tiel, Ede, Geldrop, Lelystad, traumacentrum in Utrecht. Het is allemaal verdwenen. En als de problematiek dan complex wordt, dan worden mensen van het kastje naar de muur gestuurd. Dat raakt mensen individueel, maar ook de gezinnen waarin een kind, een vader, een moeder niet wordt geholpen. Dat brengt voor heel veel mensen zorg en angst mee. En deze crisis vraagt niet om weer een nieuw actieplan, weer een bestuursakkoord, weer een amicaal gesprek met de zorgverzekeraars. Het vraagt om acute regie. En daarom vraag ik de staatssecretaris, waarom heeft hij tot dusver geen formele doorzettingsmacht? Eerder is zelfs door zijn coalitiegenoten een motie ingediend om dit te onderzoeken. Welke formele bevoegdheden heeft hij nu nodig om in te grijpen in dit veld? En is de staatssecretaris bereid om een ontwerpopdracht te geven tot herziening van dit stelsel, zodat een volgend kabinet met één kan hervormen? Voorzitter, sinds anderhalve week wacht Charlotte Bouwman in de hal van het ministerie. En ze is niet alleen. Er zijn heel veel Charlottes, heel veel Melissa's, heel veel Hanna's. En ze hebben tal van vragen, zoals waar kan ik terecht? Wie wil mij nu in behandeling nemen? En ik begrijp dat er een mailadres bestaat waar mensen naartoe kunnen mailen. In de wandelgangen het best bewaarde geheim van VWS. Maar mijn vragen zijn, voor hoeveel mensen kan VWS nou echt op dit moment iets betekenen? Hoeveel mensen hebben ze nu geholpen? En hoe maakt de staatssecretaris van die welwillende helpdesk een stevige partij die doorzettingsmacht heeft in individuele gevallen? Voorzitter, er zijn nog steeds ook grote personeelstekorten in de GGZ. En ik ben heel blij dat de Kamer mijn amendement heeft aangenomen bij de begroting, waardoor er extra opleidingsplekken komen voor GGZ-psychologen. Maar er zijn ook veel mensen die via zij-instroom aan de slag zouden kunnen als GGZ-psycholoog. En ik ontvang graag een reactie van de staatssecretaris op de voorstellen van verschillende groepen psychologen die aan de slag willen door een snellere herregistratie of door een procedure waarin hun competenties worden erkend. Ook wil ik graag van de staatssecretaris horen of de komende jaren überhaupt voldoende mensen worden opgeleid. Immers die extra plekken die in de begroting zijn geregeld, die zijn incidenteel. Tot slot wil ik graag een reactie op dit punt als het gaat over de ruimere inzet van psychodiagnostisch werkenden. Voorzitter, afrondend. De petitie van Lijm de Zorg is ondertussen, ik heb net even gekeken, bijna 63.000 keer ondertekend. En ik wil heel graag van de staatssecretaris een reactie hebben op de 10 voorstellen die in dit manifest worden gedaan. En ik roep de staatssecretaris vandaag op, neem nu regie. Laten we in hemelsnaam ervoor zorgen dat de komende jaren er geen extra kaasjes worden opgesteld.